Hallo, ik ben Find the Creator. Ik maak content op YouTube. Laten we het over iets actueels hebben. Kijk hoe ik al met een glimlach hier in die camera zit. Boy, onze broer Frenna is momenteel een afspraak waarom hij heeft een concert aanstaande afgezegd in Suriname. Hé, hey, ik wist niet dat Surinaamse mensen zo hard die bro kunnen hebben. Ik ben de afgelopen dagen helemaal stuk gegaan met al die grappige filmpjes, al die comedie en die sketches die ik heb gezien omtrent deze tory. Hé, hey, jullie zijn losgegaan in die opmerkingen in groepen. Boy, Frenna, wat krijg je over je heen? Laten we even kijken naar de korte compilatie van de meest grappige dingen. We gaan beginnen met onze brada, mama zelf, die al een paar jaar geleden al een soort boskoppen van waarheid heeft gelanceerd. Vergeet even die belediging, maar wat hij daarna zegt is belangrijk. Frenna, kijk je gezicht. Je lijkt op die oude Blackberry-keur. Zo donker ben je met al die melanin. Wat zegt hij? Draag je? Juist. Hier een andere compilatie. Sobarin Nyambana. Mensen, wat kip palani voor Nyambana. Om in doti bana den yang. Waar ik het? Ik kreeg trapu. Goed op het dak. Voor hermitage, man. Ja, voor Jambana, voor Koda concert. Look wat trauma ik wel een mooi muziekstuk. Even een nummer gemaakt. Hoe kom je erop, Archie? Frenna, zeg maar alsjeblieft, kom je nog naar Su? Ik ga rustig maar door, wat ik denk van niet. Frenna, dit doe je toch niet? Dit kan TV. Kan me op de filter. Maar je spot het niet. Nee, stop dat ding. Hij had die. Lieve Suriname. Maar kijk wat hij zelf zegt. Helaas moet ik mijn lang verwachte droomshow cancelen. Zang! We hebben advies gekregen van de Nederlandse autoriteiten. Om onze reis naar Suriname te cancelen. Jong mappie mag koude keskesje, joh. Helaas. Hé, loopie gaan we naar nonsense, Tatjana. Ja. Loopie gaan we naar sanity. Oké, we hebben advies gekregen van de Nederlandse autoriteiten. Ze eigen woorden, hè. Ik ben met deze uit mijn baram tapu. Hij was een baram tapu. Zes, moet ik mijn lang verwachte droomshow cancelen. En dat kolen jaar ja. Kijk, was maar dan oru. Ik hoop je niet te zien. Oh mijn god, dit is wat dit is. Ja, hij had die. Iwan, pa? Luister dan, Surinamers. Hey, jullie houden van comedy. Ik wist werkelijk niet dat jullie zo lang in waren voor de comedy, Sunny. Maar hier gaat het even om, toch? Is niet om onze broer te branden, een afbroming. Maar hij zegt advies van de Nederlandse autoriteit om niet te gaan. Dat is wat jou is geadviseerd. Maar in het hele filmpje heb je nagelaten te vertellen waarom jij hebt besloten om niet te gaan naar Suriname en je optreden dan te doen. Want nu heb je de ruimte geopend voor om in speculatie, dat mensen kunnen gaan speculeren wat er nou precies aan de gang is. En je ziet het zelf ook op het internet. Jongens, we zien het op het internet. Mensen gaan helemaal los. Politiek dit, dan dat, dan zus. Nu is zo speculatie. Maar je hebt ons niet verteld waarom je niet komt. Is je eigen veiligheid een probleem nu? Of die, of dat, ja, dat de Nederlandse autoriteit iets heeft geadviseerd. De Nederlandse autoriteit adviseert de hele dag mensen. Maar wat is die beslissing? Mooi. Maar ondertussen, laten we Frenna even vergeten. Laten we onze broer niet te veel. Hij zal het wel oplossen, hoor. Maar je kan die mensen niet in die vijfstoon gaan sturen om ergens daar tickets te gaan halen waar ze niet willen zijn. Dat in elkaar doen. En wat precies die ticketprijs? 200 SD. Om in Spanje aan bada. 200 SD. Maar goed. Ondertussen, als laatste wil ik zeggen, laten we die jongen niet al te veel roosteren, hoor. Want let op wat er gebeurt. Broederliefde
is niet welkom in het bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Waarom? Omdat een van de jongboys in 2016 antisemitistische dingen heeft geroepen. Ondertussen hebben ze publiekelijke excuses gemaakt. Ze hebben zichzelf onderwezen. En snappen nu beter, ik zeg het even collectief, want het gaat om één individu. Maar als collectief snappen ze van, ai, ja man, we zijn fout geweest. Deze wethouder heeft niets te maken en zegt, nee, we halen jullie uit die hele show. Jullie zijn niet welkom op ons festival. See you who white people can be. Daarom zeg ik maar, ook al heb je zonde, je berouw, je draai. Alsnog duurt het lang voordat je vergeven wordt. Dus laten we niet hetzelfde doen met Frenna. Hij regelt de zaken ongetwijfeld heel goed. Maar laten we ons oog houden op onze eigen mensen. Want onze eigen mensen worden het niet eens gegund. Ja? Dit was Find the Creator. Even een korte boodschap. Ik heb heerlijk gelachen de afgelopen dagen. Ik maak content actueel op YouTube. Je mag mijn kanaal volgen. Find the Creator, één woord. Like en subscribe. En vooral deel dit bericht. Isogi bari tap kit bana tap kirpalani.